Ik ben al even thuis ondertussen, maar op reis gebeurde dit. Ze rijden hier al zot. Met kleine autootjes. Mijn allereerste auto was een Fiat Punto. Ik zal zien, als ik hier straks een Fiat Punto vind, model dat ik... Ja, en hier leg ik eigenlijk uit dat ik, als ik een Fiat Punto vind, dat ik de nodige uitleg zal geven rond mijn eerste auto. En op zich stonden er inderdaad heel veel Fiat Punto's. Je ziet hier, ik heb hier de ene na de andere kunnen filmen. Maar ik ben nooit aan mijn verhaal kunnen beginnen, omdat ik die Fiat Punto had in een speciale kleur. En die kleur heb ik hier nergens gevonden. Dit is een blauwe. Ik heb een grijze gevonden. Hier een beetje verder staat een grijze. Ik heb ze... in het wit gezien, ik heb ze in het grijs gezien, donkergrijs, lichtgrijs, noem maar op. Maar hier ben ik terug in België en hier weet ik, eigenlijk op een korte afstand van elkaar staan hier twee Fiat Punto's in juist exact diezelfde kleur als dat ik die had. Dus dit is een Fiat Punto in de kleur soort van babyblauw. In de kleur waarin ik hem had. Het was ook een vijfdeur, dus eigenlijk zo goed als identiek aan deze. Nu, daar hangt eigenlijk ook een heel verhaal aan vast. Alleen heb ik heb hier die video op straat opgemaakt. Dus ik heb niet zo heel veel beeldmateriaal. Dus ik ga het verhaal proberen heel kort te houden. Dat was mijn eerste en mijn laatste eerste eigen auto. Ik had eigenlijk mijn auto niet zo heel veel nodig, omdat ik in dezelfde stad... woonde, werkte en als dan mijn dochter naar school ging enzovoort. Ik deed alles met de fiets. Enkel voor boodschappen was de koffer handig. En voor als ik naar mijn ouders en familie ging, dan moest ik verder een afstand afleggen. Daarvoor was dat handig. Maar dus had ik bekeken hoeveel dat mij dat eigenlijk kostte per maand. En als ik alle kosten, maar dus echt alles, dus de aanschaf over 4 jaar verspreid, de inverkeerstelling, de jaarlijkse belasting, de brandstof, onderhoudskosten, de slijtagedelen, zoals banden en remmen en dergelijke meer. Dan kwam ik uit dat €700 per maand, wat dat veel te veel geld was. Dus dan had ik beslist om die auto weg te doen. En dezelfde dag nog dat ik beslist had om die auto weg te doen, moest ik voor een optreden s'avonds weg foto's gaan maken. Dus ben ik... met een auto vertrokken, met de camera naast mij. Ik ben op het Klaverblad in Zwijnaarden, waar dat, de E40 en de E17 samenkomen, ben ik controle verloren over het stuur. En ben ik beginnen slippen en over kop gegaan. En dan zag de auto er... ja, de auto was volledig afgeschreven op het moment. Dan heb ik nog... eigenlijk nooit meer een auto zelf gekocht. Ik heb altijd, ik heb er wel nog gekocht, maar ik heb er geen meer op mijn eigen naam gezet. Ik heb alleen nog maar firmawagens gereden daarna. Dus dat was mijn eerste en laatste auto.